Opening Ixie Winkel. Solid Air failliet. En gemeentegeld bij Dexia. De designwinkel Ixie opent vandaag de nieuwe vestiging op Strijp S. De winkel zat een paar jaar geleden nog in het designhuis, maar vanaf nu verkopen de oprichters de designspullen op de begane grond van de apparatenfabriek. Ja, geweldig hè? Ik ben er echt blij mee. Ja, het is groot, het is mooi, goede omgeving. Ik denk dat we hier wel kunnen aarden. Dus nu zitten we hier volledig zelfstandig, onafhankelijk veel meer, met een restaurant erbij, waar mensen gewoon lekker een kop koffie kunnen drinken. En ik denk dat we zijn nu een van de eerste publieksfuncties hier, maar ik denk binnen een jaar zal hier van alles te doen zijn op Strijp S met allerlei leuke winkels. De Ixie-winkel bestaat deze week ook nog eens 20 jaar en dus zijn er meer redenen voor een feestje. Ja, we hebben hier verschillende exposities die we laten zien. We hebben in de winkel heel veel nieuwe collecties, waarvan er nu een aantal binnengekomen zijn, maar ook de komende anderhalve week nog arriveren. Dus het is heel nieuw en fris. En de exposities die hier plaatsvinden, dat is van heel divers kaliber. Dus daar kunnen heel veel mensen van proeven. Ixie mag nu dan wel 20 zijn geworden. Volgens de oprichters van de winkel kan ze nog heel wat jaartjes mee. We hebben ook altijd geroepen van we willen klein blijven. We zijn met z'n drieën begonnen en we willen gewoon een kleine winkel, een kleine organisatie. En dat het overzichtelijk is. Maar ja, nu langzaam zeker groeit het en zijn we met een hele club mensen om dit allemaal te realiseren. Dus ik kijk ook liever naar de toekomst als naar het verleden. Maar we hebben natuurlijk wel veel expertise in die 20 jaar op kunnen bouwen. En daarmee denk ik wel dat we nu staan waar we nu staan. Maar als ik kijk naar het personeel en de mensen waar we mee werken en de eindexamenexposities die we tonen, zijn we heel erg ook altijd nauw verbonden met de jongere generaties. Dus dat komt wel goed. De Ixie-winkel is ondertussen een begrip geworden op het gebied van design in Eindhoven. Zo waren ze onder andere betrokken bij de oprichting van de Dutch Design Week.